Dat komt door de klimaatopwarming. En de zee stijgt jaar na jaar sneller. Gelukkig is er kustvisie. Een plan van de Vlaamse overheid dat meer is dan kustbescherming. Want naast onze voetjes droog houden, willen we ook onze unieke kust in al zijn glorie behouden. En zelfs nog beter maken. Onze kust is 67 kilometer lang. Met havens, land en zuid, stranden, met natuur, dieren. Sport. Eten en drinken. Wonen. Geld verdienen. Of geld uitgeven. Werken. Kortom, genieten. Dat moeten onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen blijven doen. Wil je meer weten over kustvisie? Surf dan naar kustvisie.be. Hallo, ik ben Edward van Keer en ik ben projectleider voor kustvisie binnen het departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid. Goeiedag, ik ben Annelies Bolle, projectleider voor het studieteam Hoogtijd en ik heb een achtergrond in kustwaterbouw. En ik ben Timothy van Acht, mede-projectleider voor het studieteam en ik heb een achtergrond in co-creatie en ruimte. En we heten jullie van harte welkom op deze infosessie van kustvisie Meer dan kustbescherming. We gaan als Vlaamse overheid onze kust niet alleen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. We gaan ook, zoals je net in het filmpje zag, ervoor zorgen dat ook de kinderen van onze kleinkinderen van de kust kunnen blijven genieten. Even praktisch. Algemene vragen kunnen gesteld worden via de chatbox hieronder. Maar meer specifieke vragen, neem die zeker mee naar een van onze infomarkten waar je ze live kan vragen. Voor de mensen die uitgesteld kijken, de algemene vragen en de antwoorden vind je terug op onze website. We verwijzen regelmatig naar de infomarkten. Als je dit filmpje natuurlijk bekijkt na 8 juni, zijn die infomarkten voorbij. Alle informatie is als vanzelfsprekend terug te vinden via de website www.kustvisie.be. Kustvisie is meer dan kustbescherming. Wij willen immers inzetten op kansen voor de ganse kust. Onze kust is 67 kilometer lang en wordt ook op vandaag al beschermd door het Masterplan Kustveiligheid. Het Masterplan Kustveiligheid kijkt tot 2050 en beschermt ons tot minstens 30 centimeter zeespiegelstijging. Dat is het vertrekpunt voor kustvisie. Hier ziet u een aantal voorbeelden van projecten momenteel in uitvoering voor het Masterplan Kustveiligheid. En dat gaat zowel om harde oplossingen, dijken, maar ook om zachte oplossingen, stranden, duinen en ook de grasdijk, zoals u ziet in Middelkerken. Zoals de meesten onder jullie wel weten, verandert ons klimaat. En een van die gevolgen is zeespiegelstijging. Annelies gaf het daarnet al aan. We beschermen onze kust nu al met het Masterplan Kustveiligheid tegen 30 centimeter zeespiegelstijging. Als we spreken over een aantal centimeter of meter zeespiegelstijging, is dat altijd ten opzichte van het jaar 2000. Voor de verdere toekomst verwachten we tegen 2100 dat de zeespiegel verder zal stijgen. En rechtsboven in het tabelletje zien jullie de meest recente cijfers die we vorig jaar kregen van een aantal van onze beste klimaatwetenschappers. Dat zijn cijfers specifiek voor onze Belgische kust. En jullie zien tussen de haakjes in de kolom van 2100, zien jullie twee cijfertjes. Dat is het meest waarschijnlijkheidsinterval. Dus. En jullie zien ook verschillende broeikasgasscenario's. Dus als we heel goed ons best doen, heel snel onze broeikasgassen gaan reduceren, dan belanden we in het eerste scenario.
Als we alles wereldwijd doen wat we momenteel beloven, dan belanden we in dat tweede lijntje. En als we business as usual doen en niet onze doelstellingen halen of veel te laat halen, dan belanden we in dat derde lijntje, SSP 5. En voor elk van die scenario's zijn er ook een aantal nog wetenschappelijke hypothesen die nog niet bewezen zijn. En je ziet in dat vierde lijntje, dan zijn de modelresultaten mogelijk nog slechter. Wat je alleszins moet onthouden, is dat waarschijnlijk tegen 2100 de zeespiegelstijging aan onze kust ergens tussen de 30 en de 140 centimeter zal zijn. Met Kustvisie onderzoeken we hoe we onze kust kunnen blijven beveiligen tegen zeespiegelstijging. Zoals Edward daarnet aangaf, zijn voorspellingen van zeespiegelstijging nog onzeker. Dus in Kustvisie vertrekken we van 1 meter zeespiegelstijging, maar aangezien dat we ook naar een adaptieve kustbescherming op zoek zijn, kijken we verder in de toekomst en onderzoeken ook wat er nodig is om ons te blijven beschermen tegen ook 2 en zelfs 3 meter zeespiegelstijging. Met Kustvisie zijn we op zoek naar een lint waarbinnen de toekomstige zeebeheringsmaatregelen richting 1, 2 en 3 meter zeespiegelstijging zullen genomen worden. Dat lint reikt van de Franse tot en met de Nederlandse grens, omvat ook onze zeehavens en zal reiken van de promenade tot en met de aansluiting op de vooroever. Om een dergelijk lint, of in ieder geval die kustbescherming, kansrijk te realiseren, hebben we op voorhand een aantal ambities gedefinieerd, een viertal. We willen een beschermend lint creëren, dat wil zeggen een lint dat reikt van de Franse tot de Nederlandse grens en ook onze havens omvat en al dus het achterland beschermt. We werken aan een toekomstgericht lint, waarbij we rekening houden bij alle systemen die leven langs de kust. Ecologische systemen, logistieke systemen, toeristische recreatieve systemen. Als vanzelfsprekend werken we ook aan een aantrekkelijk lint, want die kustbescherming van morgen heeft best een belevingsmeerwaarde. En onze vierde ambitie is te werken aan een haalbaar lint. Een lint dat betaalbaar is voor huidige en toekomstige generaties en een lint dat ook gedragen is. Daarom hebben we een co-creatietraject doorlopen. En daarom organiseren we straks ook nog diverse infomomenten. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we ter voorbereiding van dit moment hebben we met heel veel actoren een co-creatie-onderzoekstraject doorlopen. En we hebben daarbij eigenlijk zowel voor onze strandzones als voor onze vier kusthavens samen in onderling overleg alle mogelijke alternatieven onderzocht om onze kust te kunnen blijven beschermen, zowel wanneer de zee richting 1 meter, 2 meter en richting 3 meter zeespiegels stijgt en hoe we dat stapsgewijs doorheen de tijd zouden kunnen aanpakken. Op basis van al dat onderzoek hebben we nu al geconcludeerd dat voor onze strandzones er 2 redelijke alternatieven zijn. En de komende maanden gaan we daar nog verder onderzoek op doen om uiteindelijk 1 voorkeursalternatief te kunnen kiezen. Voor onze havenzones, afhankelijk van de haven, zijn we tot 1 of meerdere redelijke alternatieven op dit moment al gekomen. En met verder onderzoek de komende maanden gaan we ook daar 1 voorkeursalternatief proberen te bepalen. Zoals Edward het al aangaf, dit werk hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Het voorbije anderhalf jaar hebben we samen met een 90-tal professionele stakeholders en middenveldorganisaties een zeer intensief co-creatietraject doorlopen, waarvoor we natuurlijk de diverse stakeholders dankbaar zijn. Samen met al die stakeholders in die middenveldorganisatie hebben we een 7-tal plenaire werkbanken doorlopen. We hebben een aantal geografische werkbanken doorlopen waar we de kust hebben onderverdeeld in een 4-tal zones om specifiek in te zoomen op die verschillende zones. De verschillende kusthavens als vanzelfsprekend hebben we ook apart behandeld om ook die nog eens plenair terug te koppelen. En we hebben ook naast dit intensieve co-creatietraject hebben we ook enkele thematische sessies georganiseerd om dieper in te zoomen op specifieke thema's. Denk bijvoorbeeld aan ecologie, denk aan toerisme en recreatie. En als vanzelfsprekend, naast dit intensieve traject hebben we voldoende ruimte voorzien voor extra vragen. Tot slot wil ik nog meegeven dat we intensief overleg hebben gehad met onze buurlanden Frankrijk en Nederland en dat we op regelmatige tijdstippen teruggekoppeld hebben met onze kustburgemeesters. Graag leg ik nog even uit wat een werkbank net is. Een werkbank kan best vergeleken worden met een workshopsessie van een 3 à 4 uur, waarbij we alle stakeholders uitnodigen. Het studieteam maakt voorbereidend werk, wordt besproken tijdens de werkbank om input te oogsten vanuit de stakeholders, op basis waarvan wij weer huiswerk hebben richting de volgende werkbank.
Het huiswerk waarover Timothy het daarnet had, zijn eigenlijk alle verschillende onderzoeken die jullie hier op de slide zien. We hebben uiteraard het kustveiligheidsonderzoek, omdat we willen onderzoeken hoe we ons op de beste manier kunnen beschermen tegen die stijgende zeespiegelstijging. Maar we kijken ook van hoe we samen met de natuur dat kunnen realiseren en kijken dus of we op natuurgebaseerde oplossingen kunnen inzetten. Al die verschillende onderzoeken die komen uiteindelijk samen in enerzijds een MKBA, een maatschappelijke kostenbatenanalyse, en een planmer, een plan-milieueffectenrapport. De maatschappelijke kostenbatenanalyse, daarin gaan we kijken hoeveel al die verschillende oplossingen hoeveel die kosten, maar ook welke baten elk van die alternatieven hebben. Er kunnen kansen in die alternatief zitten, win-wins, en dat er dus niet enkel kosten zijn, maar dat er dus ook meerwaardes zijn, potenties voor natuur, toerisme, economie en zo meer. In het planmer daarentegen kijken we naar dus die milieueffecten. We kijken welke effecten elk van die alternatieven hebben op het milieu en hoe de alternatieven zich verhouden ten opzichte van elkaar. De conclusies van die onderzoeken zijn immers heel belangrijk om een goede keuze te kunnen maken voor een van die alternatieven. Jullie zijn jullie waarschijnlijk ondertussen aan het afvragen wat dat dan eigenlijk die alternatieven zijn om onze kust te beschermen die we onderzocht hebben. We zullen het allereerst hebben over de alternatieven die we voor de strandzones onderzocht hebben. We hebben een aantal alternatieven onderzocht waarbij we strand zouden opgeven, een tiental meter op een aantal plaatsen. Maar daar hebben we gemerkt dat daar een heel grote ecologische impact zou zijn, omdat het strand minder breed zou worden. Dat ook de beleving op dat strand heel anders zou worden, omdat je een veel smaller strand zou hebben met een hogere dijken of duinen die we dan moeten creëren. En daarom is dat een alternatief dat niet redelijk en niet wenselijk geacht werd door de stakeholders. Anderzijds hebben we ook verschillende alternatieven onderzocht waarbij dat we eilandenbogen op één of meerdere plekken langs onze stranden zouden creëren. Maar ook daar hebben we eigenlijk moeten concluderen dat dat geen redelijke alternatieven zijn. En de belangrijkste redenen daarvoor is één, dat het ook een heel grote ecologische impact zou hebben, omdat het waterlichaam achter een eilandboog een heel andere kwaliteit zou hebben, minder zout zou worden, het hele ecosysteem daar zou helemaal veranderen. Ook zou er een impact zijn op de bestaande duinen bijvoorbeeld. En ook naar toerisme is er eigenlijk een heel grote negatieve impact. Op het bestaande strand zou de golfslag volledig wegvallen of heel klein worden, waardoor dat de beleving op het huidige strand helemaal anders zou zijn. Voor surfers die zouden eigenlijk twee kilometer zich over de zee moeten verplaatsen naar de eilandboog om op de andere kant te kunnen gaan surfen, enzovoort, enzovoort. En tot slot, de aanleg van zo'n eilandboog zou heel veel zand en heel veel onderhoud vragen. Voor de strandzones resteren twee alternatieven. Alternatief ter plaatse om onze kust op lange termijn te beschermen, gaat ervan uit dat we de toekomstige zeeweringsmaatregelen inpassen in de ruimte die we vandaag ter beschikking hebben. Dat wil zeggen dat we gaandeweg stap voor stap strand ophogen, dat lokaal duinen zullen suppleren en dat ter hoogte van de promenade we zeeweringsmaatregelen zullen toepassen. Bij alternatief zeewaarts gunnen we onszelf meer ruimte om die toekomstige zeeweringsmaatregelen in te passen. Dat wil zeggen dat we de laagwaterlijn, zoals we die vandaag kennen, gemiddeld 100 meter zeewaarts zullen verplaatsen. Dat doen we om twee redenen. Eerst om het droogstrand zoals we het vandaag kennen ook in de toekomst te kunnen blijven behouden. En ten tweede om straks van de Franse tot en met de Nederlandse grens een aaneengesloten duinenlichaam te kunnen creëren, zodanig dat we straks ook een ecologische kust kunnen beleven. Graag licht ik jullie even toe welke de mogelijkheden zijn naar zeeweringsmaatregelen, zowel voor ter plaatse als zeewaarts. Let hierbij op, dit zijn slechts suggesties. Als we deze vraag straks stellen aan 100 ontwerpers, zullen 1000 andere oplossingen krijgen. Als we kijken naar alternatief ter plaatse, gaan we uit van de ruimte die we vandaag ter beschikking hebben. Dat wil zeggen dat toekomstige zeeweringsmaatregelen een oppervlakte van het droog strand zullen innemen. En net daarom zullen we ervoor kiezen om zeeweringsmaatregelen in te passen met een minimale footprint, een minimale basis. Denk daarbij aan een multifunctionele dijk, aansluitend op de promenade. Denk even goed aan een dijklichaam dat net iets verder geschoven is en ruimte toelaat voor vergroening. We kunnen even goed denken aan een getrapte dijk. Of we kunnen tot slot ook denken aan bijvoorbeeld een grasdijk zoals uitgevoerd is in de Westende.
Zoals ik daarnet toelichtte, gunnen we onszelf bij Alternatief Zeewaarts meer ruimte om die toekomstige zeeweringsmaatregelen in te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inpassen van een beschermend duinlichaam, kustbreed van de Franse tot de Nederlandse grens. Denk evengoed aan het zeewaarts verschuiven van een multifunctionele dijk, waardoor we onszelf meer ruimte creëren tussen de promenade en die dijk om bijvoorbeeld een duinenpark in te passen. Of denk evengoed aan het toch aansluitend houden van die dijk op de promenade, waarbij we onszelf een veel breder droog strand genereren met veel meer kansen voor toerisme en recreatie, maar evengoed voor ecologie. De maatregelen die Timothy hier voorstelt, die beelden, dat zijn toekomstbeelden op lange termijn. Zoals we aangaven in het begin van de presentatie, zal de zeespiegelstijging de richting 1, 2 en 3 meter pas over 50, 100, 150 of zelfs 200 jaar zich voltrekken. En alle beelden die Timothy toonde, dat zijn eindbeelden. We gaan die waarschijnlijk niet in één keer aanleggen, maar we gaan dat stapsgewijs doen. En we hebben daar ook stappenplannen voor ontworpen. En als jullie daar meer details over willen weten en ook specifiek voor jullie gemeente een aantal beelden willen hebben hoe we stapsgewijs tot dat eindbeeld kunnen evolueren, dan raad ik jullie aan om naar onze online filmpjes te kijken die we gemaakt hebben per kustgemeente, die jullie op onze website kunnen raadplegen. Willen jullie er nog meer details of meer uitleg bij, kom dan zeker ook naar een van onze infomarkten in de week van 5 juni. Alle details daarover vinden jullie ook op onze website. Ook voor de havens hebben we verschillende alternatieven onderzocht tijdens het co-creatieonderzoekstraject. In wat volgt zal ik jullie de verschillende strategieën toelichten en ook de overblijvende alternatieven per haven. Als we spreken over havens, gaat het natuurlijk over de 4 kusthavens. Zeebrugge, Blankenbergen, Oostende en Nieuwpoort. De eerste beschermingsstrategie is de open havenmond. Dat is eigenlijk de situatie zoals we ze vandaag ook al kennen, met uitzondering van de haven van Nieuwpoort, waar er een stormvloedkering is. De open havenmond laat toe dat schepen vrij in- en uitvaren, maar dan moeten we wel rondom ons gaan beschermen met verhoogde kaaimuren in de haven of stormmuren. In de toekomst is dit nog een mogelijkheid voor zowel de voorhaven van Zeebrugge als een eerste stap in de haven van Oostende. De tweede beschermingsstrategie is een sluis. Met een sluis sluiten we eigenlijk de haven af van de zee, maar is er nog wel een permanente toegang mogelijk doorheen de sluis. Dat vraagt dan natuurlijk wel iets meer tijd om vanaf zee tot in de haven te geraken. Het grote voordeel aan de sluis is dat die de haven volledig beschermt tegen zeespiegelstijging en tegen stormen en dat er dus rondom geen maatregelen meer nodig zijn. De sluis is een optie voor de haven van Oostende en voor de jachthaven van Blankenbergen en van Zeebrugge. De derde beschermingsstrategie is de stormvloedkering. Een stormvloedkering is eigenlijk een deur die we kunnen sluiten tijdens stormen, waardoor de haven beschermd is tijdens deze stormcondities. De stormvloedkering is eigenlijk al de beschermingsstrategie die ook vandaag in de haven van Nieuwpoort wordt toegepast. Belangrijk bij die stormvloedkering is dat op termijn, bij stijgende zeespiegelstijging, we ook rondom de haven nog beperkte maatregelen moeten voorzien om ons ook tijdens normale hoogwaters te beschermen tegen die hogere waterstand na zeespiegelstijging. De stormvloedkering is een optie voor de haven van Nieuwpoort. Daar zetten we de huidige strategie voort. Maar ook voor de jachthavens van Zeebrugge en Blankenbergen en voor de haven van Oostende. De vierde en laatste beschermingsstrategie is de open sluis. De open sluis is eigenlijk een combinatie van een stormvloedkering en een sluis. In eerste instantie zal de open sluis werken als een stormvloedkering. Dus enkel tijdens stormen zal de stormvloedkering gesloten worden. Naarmate de zeespiegel meer en meer stijgt, breiden we eigenlijk de constructie uit tot een sluis. Dat betekent dat tijdens de hoge waterstanden de haven nog steeds toegankelijk zal zijn doorheen de sluis. En wanneer de waterstand laag genoeg is, dat de toegang vrij toegankelijk is, zoals bij een stormvloedkering. De open sluis is nog een optie bij zowel de jachthavens van Blankenbergen als van Zeebrugge. Net zoals voor de strandzones hebben we ook voor onze kusthavens stappenplannen gemaakt waarin de verschillende alternatieven die nu nog open liggen beschreven worden, waarin ook in meer detail wordt aangegeven op welke momenten dat we die stappen zullen moeten zetten. Daarvoor wil ik ook graag verwijzen naar onze website waar we filmpjes hebben staan
voor elk van de kusthavens waar elk stappenplan in meer detail wordt beschreven. Zo zal je bijvoorbeeld in het filmpje van de haven van Oostende merken dat we al tegen 2030 daar zullen moeten beslissen of dat we nog een tijdje voortgaan met een open toegang door nog rondom te verhogen of dat we daar kiezen voor een stormvloedkering of een sluis. En ook van de haven, voor de haven van Blankenbergen zal je merken dat we al op korte termijn tegen 2030 zullen moeten beslissen of dat daar een stormvloedkering of een sluis komt. En tot slot, in de haven van Zeebrugge zullen we ook de komende decennia al aan de slag moeten gaan, want daar moeten we de haven tegen ongeveer 2060 moeten we die verder ophogen en moeten we in de jachthaven ofwel hetzij een stormvloedkering of een sluis voorzien. We hebben net toegelicht wat we het voorbije anderhalf jaar gedaan hebben. Nu zoomen we graag in op wat het werk dat onze volgende anderhalf jaar nog rest. We hebben gezien dat zowel voor de strandzones als de havenzones nog diverse alternatieven openliggen of voorliggen. Graag zou die de volgende anderhalf jaar trechteren naar voorkeursalternatieven. Die voorkeursalternatieven willen we uiteindelijk laten landen in een strategisch beleidsplan Kustvisie. Dat strategisch beleidsplan, zoals mijn collega's dadelijk zullen toelichten, zal bestaan uit twee luiken. Een strategische visie die vooral kijkt op de lange termijn en een korte termijn actieplan waarin we de acties afbakenen die we de volgende 10 jaar moeten realiseren om uiteindelijk te gaan naar die kustbescherming die voor ons en voor iedereen straks veel meer is dan kustbescherming, namelijk een kustbescherming die bol staat van kansen. Graag neem ik jullie nog even mee in iets meer detail in de timing. Zoals jullie zien op de slide links zijn we al begonnen in december 2017 met de opmaak van deze kustvisie. Het afgelopen anderhalf jaar, sinds juni 2021, hebben we het co-creatieonderzoekstraject doorlopen. En op 21 april 2023 heeft de Vlaamse regering die redelijke alternatieven dat daaruit voortvloeien, kennis van genomen en heeft ze de startbeslissing genomen om op basis van die alternatieven een strategisch beleidsplan op te maken. En zoals Timothy aangaf, is de bedoeling dus om op het einde van de rit, en we hopen dat we daar over anderhalf jaar zijn, dat de Vlaamse regering dat strategisch beleidsplan kan goedkeuren en dat daar één voorkeursalternatief in verankerd wordt en een specifiek korte termijn actieplan voor de komende 10 jaar met heel concrete acties, waarna we dan na 10 jaar weer een nieuw actieplan zullen maken. Op de korte termijn, om dat ontwerpbeleidsplan op te maken, moeten we 2 grote stappen nemen. De eerste stap, die is momenteel lopende, is de onderzoeksnota en de kennisgevingsnota die ter inzage liggen en waarop iedereen kan reageren tussen 2 mei en 2 juli 2023. Annelies zal straks uitleggen wat dat juist inhoudt. Een tweede stap die in het proces zal genomen worden, een belangrijke stap, is dan eigenlijk het openbaar onderzoek van het ontwerp strategisch beleidsplan en we hopen begin 2024 dat te organiseren. Even dieper ingaan op de ter inzagelegging. Komende periode liggen er 2 documenten ter inzage die jullie dus kunnen bekijken. Het eerste document is de onderzoeksnota, het tweede is de kennisgeving van het planmer. De onderzoeksnota beschrijft eigenlijk welke alternatieven er nu nog voorliggen en ook de methode, de methodiek waarop we deze nog gaan onderzoeken. Heel specifiek de kennisgeving van het planmer beschrijft dan hoe we de milieueffecten gaan onderzoeken. Het is op deze 2 documenten dat u kan reageren. Wat willen we graag van jullie weten? 1 is of we alle alternatieven hebben meegenomen en 2 of de methodiek waarop we het onderzoek gaan uitvoeren de juiste is en volledig is. Hoe kan u inspreken? We willen graag van jullie een schriftelijke reactie en dit in de periode 2 mei tot 2 juli. Meer informatie hierover vinden jullie op de website kustvisie.be. Op onze website vinden jullie uiteraard ook de onderzoeksnota en de kennisgevingsnota en alle belangrijke achtergronddocumenten. In deze presentatie hebben we maar een tipje van de sluier gelicht. Ga dus zeker daar een kijkje nemen en lees daar in meer detail alles na. We nodigen jullie ook graag uit op onze infomarkten, waar we ook op een heel leuke manier alle info met jullie zullen delen en waar jullie ook nog bijkomende vragen aan ons kunnen stellen. Dat doen we in de week van 5 juni. Dan zijn we op 4 locaties aanwezig. De data vinden jullie hier en de locaties. Schrijf jullie in via onze website en dan zien we jullie graag ook daar.